Het speelbos langs de Staartweg op Urk wordt gerenoveerd. De gemeente Urk, Stichting Flevolandschap en Waterschap Zuiderzeeland zijn begonnen met groot onderhoud. In eerste instantie wordt het bos weer opengemaakt. Door achterstallig onderhoud was het helemaal dichtgegroeid. Nu gaan we het weer vrijmaken zodat het toegankelijk is. Er zijn in de fase 2 eigenlijk plannen om het zand wat hier in de ondergrond zit, om dat ook weer terug te brengen. En vervolgens willen we ook wat aan de verkeersveiligheid hier doen. Het ligt aan een drukke weg, zodat het ook veilig is dat er hier kinderen spelen en eventueel ook van tijd tot tijd de weg kunnen oversteken. In verband met die verkeersveiligheid is eerder gekeken of het mogelijk was om het speelbos te verplaatsen. Daar is niet voor gekozen. In plaats daarvan worden de oversteekplaatsen aangepakt. Er wordt met markeringen op de weg gaat er gewerkt worden, met kleurvakken. Er wordt goed gekeken naar de trottoir, zeg maar, en een zebrapad, zodat dat goed op elkaar aansluit. Dat is nu nog niet helemaal het geval. Dus in die zin wordt er goed naar gekeken. Er zijn al verkeersremmende maatregelen genomen. Het is hier een 30 km per uur stuk. Je merkt ook wel dat naarmate dat hier langer het geval is, automobilisten daar ook aan wennen. Dus zo al met al proberen we een optimum te bereiken. Het snoeiwerk dat nu als eerste wordt uitgevoerd, wordt gedaan door De Populier. Dat is een hoveniersbedrijf waar mensen werken die door een beperking ondersteuning nodig hebben bij het werk. Begeleider Martijn Brière is blij met de klus en hoopt nog meer te kunnen doen door ook nieuwe toestellen te gaan maken. Nou, daar is nog vraag over. Daar zijn we nog mee over in gesprek. Ik zou het heel leuk vinden om ook de toestellen te bouwen en te maken en met die jongens daarin bezig te zijn. Daar kun je ook een stukje creativiteit in kwijt. Lijkt me echt leuk. Maar daar zijn we nog een beetje in gesprek. Hij weet al wel hoe hij het wil aanpakken. Om een aanzet tot spel te geven, lijkt het me mooi om een pirateneiland te maken. Een huttenbouwplek waar we nog een mooie naam voor moeten verzinnen. Een stuk waar een buurtplaats is voor verstoppen. Met verstopplaatsen overal in het bos verspreid. Voor de wat grotere kinderen een echt wat avontuurlijker spelmateriaal. Met touwen en touwbruggen en wat balansdingen erin. Dus dat lijkt mij, en dat doen we dan voorin. Verschillende plekken in het bos creëren met een kaartje vooraan. Waarin je een aanzet tot spel creëert. En dan kan de jeugd het voor de rest zelf verzinnen. Dat is wel mijn idee om voor de inrichting van dit bos. Dat zou ik wel mooi vinden, ja. Maar daarvoor moet nog een akkoord gegeven worden. De totale renovatie van het speelbos kost 260.000 euro.